gaat allemaal. Goedemiddag allemaal. Hebben we zin in? Wat een gezellige drukte. Truus, hoor jij zo? Hebben we er zin in? Ja! Hey, dat is beter. Ik hoorde zo wel, Riet. Ja. En wat een gezellige drukte. Nou, ik vind het nou al één grote familie. Ja, zo is het. En het zijn allemaal bewoners van Tuinzicht Westerpark en van het huis van Westerwijk. Dus en we zijn allemaal één en we gaan er allemaal een gooitfeest van maken. Heeft iedereen een tas gekregen? Ja, die mooie tas? Ja? Goed zo. En heeft iedereen de button? Degene die geen button heeft, die mag achteraan gaan zitten. Nou, dames en heren, we hebben hoog bezoek vanmiddag. Het is onze wethouder Mirjam Haag. 12,5 jaar verwendig. En ik denk dat ik begin met een heel groot compliment te maken aan die twee dames die je net zo mooi openen. Want dat is de echte opening. En dat zijn de echte mensen die het applaus verdienen. Dat zijn Iet en Truus. Ze staan hier mooi naast me. De initiatiefnemers eigenlijk van deze verwendag. En inmiddels met een hele mooie groep vrijwilligers, want u bent allemaal goed ontvangen. U krijgt allemaal wat te drinken, wat te eten. Een mooie tas gekregen met informatie. Het zijn heel veel vrijwilligers, maar ook professionals. De woningbouwcorporatie, Surplu, mensen van de wijkraad. Ze doen allemaal mee om deze mooie dag nog een stukje mooier te maken. Want het zou het leven een stuk mooier maken als we veel vaker dit soort verbindingen tussen mensen uit de wijken hebben. Mensen uit Westerpark, mensen uit Tuinzicht die hier samenkomen. En in de andere zaal ook een heleboel mensen die hier dagelijks zijn, maar vandaag ook eens een beetje extra aandacht krijgen. En ik hoop met alle vrijwilligers die hier niet vandaag zijn, maar die wel ook heel veel doen voor ouderen, voor jongeren in de wijk, dat u iedere dag een beetje verwend wordt en dat u ook aandacht heeft voor elkaar. Want elkaar verwennen kan ook heel erg gezond zijn. Dus wat mij betreft is het vaker verwendag. En over die vrijwilligers hoef ik u eigenlijk niet veel meer te vertellen. Zij maken dit soort dagen echt mogelijk. En u krijgt vandaag een prachtig programma. Een prachtig programma waarin jong en oud elkaar gaat ontmoeten. Ik heb al een paar kindertjes binnen zien lopen. En met als stopper, en ik moest van mijn moeder ook echt nog blijven, maar ik hoop dat hij dan iets eerder begint, ook nog Ronnie-tober vandaag. Ik weet niet hoe jullie het voor elkaar krijgen om weer zo'n mooi programma neer te zetten, maar daar is menig Breda naar jaloers op, denk ik, op dit moment. Hou het vandaag in het teken van ontmoeten. Ontmoeten, verbindingen leggen. Geniet ervan, laat u verwennen en wat mij betreft of na de komende 12,5 jaar. Een 12,5-jarig huwelijk is altijd, ja, dat heet koken. Nou, wat mij betreft is het vandaag goud. Want dat is een dag met zo'n zon om van te genieten. Een hele mooie dag gewenst en ook naar de komende 12,5 jaar. Gasten van de Rabobank. En dan zult u denken, de Rabobank, wat moet die nou? Wat moet die nou weer? Nou, zonder de Rabobank hadden wij het ook niet kunnen aan, denk ik. Dank u wel, een heel mooi applaus. Inderdaad, zoals Truus al zei, wat doet de Rabobank hier nou eigenlijk? Wij hebben, zoals u misschien weet of misschien ook niet, een coöperatiefonds. Dat bestaat uit een fonds waaruit wij initiatieven in Breda en in de dorpen daaromheen een steuntje in de rug geven. En Truus wist ons ook te vinden. En wij hebben dat en al meerdere keren eigenlijk. Ja, de eerste keer niet. En dit keer dachten we, we komen ook eens even langs. Wij hadden een aanvraag van Truus gekregen waarin zij vroeg om 1000 euro ondersteuning. En onze commissie, onze beoordelingscommissie die op het fonds zit, vond het eigenlijk zo'n mooi initiatief dat we hebben besloten om er 1500 van te maken. Nou, is dat wat mensen? Voor deze verwendag. Dus we hopen dat u met deze bijdrage vandaag een hele leuke dag heeft. We hopen dat we hiermee jullie dag nog net iets leuker, net iets gezonder hebben kunnen maken. De koffie. En bij Ellie is hierbij om de check officieel te overhandigen. Een hart applaus voor de 1500 euro. Even, dat is echt. Een huis waar iedereen zich werkelijk welkom voelt. Met goede zorgen, zoals thuis ook is bedoeld.
zonlicht aan zich en zelfs ook een regenboog. Wij houden hier de Breda'se trots nog hoog. Ons mooie Westerwiek, dat is voor ons uniek. Het is de mooiste thuis voor ons in heel Breda. Ja, dat is Westerwiek. Het leven is er goed. Het is een plekje waar een ieder altijd groet. Verwendig Westerwiek bestaat al jarenlang. En lieve mensen houden alles aan de gang. Wij zingen graag mee vandaag, daarom dit lied. En zeggen tegen iedereen, geniet. Een mooie Westerwiek, dat is voor ons uniek. Het is een mooie thuis voor ons in heel Breda. Ja, dat is Westerwiek. Het leven is er goed. Het is een plekje waar een ieder altijd groet. Nu is het nou. Ons mooie Westerwiek, dat is voor ons uniek. Het is het mooiste thuis voor ons in heel Breda. Ja, dat is Westerwiek. Het leven is er goed. Het is een plekje waar een ieder altijd moet. Goedemiddag iedereen. Wij zijn de kindertjes van de peuspeelzaal De Meikevertjes. De kindjes van De Meikevertjes die denken van wij gaan naar de opa's en naar de oma's. Dus wat hebben we gemaakt voor alle opa's en oma's hier? Hele mooie bloemetjes. De kindjes hebben heel erg hun best gedaan. Dus die gaan direct de kindjes samen met de mama's gaan ze die uitdelen. En daarna willen we eigenlijk ook nog een paar liedjes zingen. Helikopter, helikopter, mag ik met jou mee omhoog? 789. 789, ik hoor niemand. 7. Ja, in de tent. Oké. 789. Ik heb hier een heel leuk prijsje, gesponsord door de Ethos. Nou, ziet u? 7,340. 7,43. 7,43. Ja, daar gaan we verder, dames en heren, met onze optredens. En sprak niet van amore.
vulde op zijn ringelingeling. Zat door haar haar. Nooit zal ik hem vergeten. Hem en de Costa del Sol. Het was zo fijn. Bij maneschijn. En rode wijn. Om bij jou te zijn. Als
besos bien profundos que me llega al alma. Dame un beso más. ¡Qué buena! Dame un beso de más. Dame un beso suave, suavemente. Pensar. Yo quiero pensar. Pensar. Maar koffie water in. Oké. Ja, ja, dat moet je niet vergeten. Oké. Edwin, hoeveel jaar ben je nou al bij ons? 11 jaar. Op je oude accordeo. Een melodie die je te knetten zelf en zo. Geweldig!
jou. Is wat allemaal verwend? Ja, niet alleen dat. Ben heeft u al gemasseerd en weet ik veel wat er allemaal. En de schoonheidsspecialist en de pedicure. Kreeg ze ook nog seksuele voorlichting? Een hele goede middag. Breda ligt altijd enorm aan mijn hart. Ik zal u vertellen, dames en heren, 50 jaar geleden kwam ik al in Breda op de tramsingel bij de familie Berende. Die hadden houthandel Brabant. Iedereen denkt dat ik uit Amerika kom. Ik ben gewoon in Bussum geboren. Op 21 april 1945. Zo, ik ben 69 jaar. U hoeft niet te denken dat ik 80 of 90 ben. Nee, ik ben gewoon 69. Meisjes en jongens, even die handen omhoog. Van links naar rechts. Iedere morgen en iedere dag maak ik me zorgen, halleluja. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk, omdat ik nog altijd aan je denk. En iedere dag in al mijn droom ontmoet ik jou. Dan zit hij bij elkaar, helaas die mooie tijd is nu voorbij. En kon ik nog eenmaal met je praten, dan zie ik Ali B. Ik kan u vertellen dat Ali B is de aardigste, liefste, warmste vriend die ik ken. Ik werd gevraagd door Ali B op volle toeren en in het programma kreeg ik namelijk een liedje van Ali. Dag meneer, wat bent u aan het maken? Een bloem. En u bent? Norbert. Hi Norbert, ik ben Ronnie. Leuk hebben ze te maken. Wow. Jeetje. Doe je niet elk jaar? Ook elk jaar. Ja. Nou, heeft u Norbert ook wel een applaus gegeven? Die man is zelf zucht te blazen. Ja! Ik heb niemand zo als ik. Als een splinter, nieuwe. En de allerlaatste keer, nee, er is niemand zoals jij. En nee, er is niemand zoals jij. Nee, er is niemand zoals ik. Zo eenzaam, zonder jou, zonder jou. Niets anders meer bij mijn vrienden. Bij hen kan ik niet meer vinden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Ik ben zo eenzaam, zo gelukkig. Ik ben zo eenzaam, zo gelukkig. Dank u wel! En geen eind maar die zijn toch mooi hoor.
mogen we je rijden. En gelukkig tegelijk geen tijd naar Amsterdam. Dan liever in Morgen zonder poen, dan in Parijs met een miljoen. Geen tijd naar Amsterdam. Ja, als ik wederkom. Met de avond.
Peter als vandaag. Wat zingt u toch al? Als de weg naar ons gaat, blijf die roze graag. Het is misschien niet te laat. Het is misschien niet te laat. Ik zou zeggen. Als de weg naar ons gaat, breng die roze aan, Sandra. Het is misschien niet te laat. Het is misschien niet te laat. En de laatste keer, dames en heren. Breng die roze aan, Sandra. Als de weg naar ons gaat, blijf staan hoor. Breng die roze aan, Sandra. Misschien niet te laat, niet te laat. Dank u wel! Ik vond het een geweldige eer hier bij u te mogen zijn. Ik heb u proberen te vermaken. Ik hoop dat het naar uw zin was. Ik wens u het allerbeste toe en wie weet, misschien tot ziens. Dank u wel, Anna. Dank je wel, Annie. Mooi niet over. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Onze wens is uitgekomen. Nou, even een dag met applaus voor Ronnie Tobbe. Oh, dat was toch geweldig, hè? Hij was heerlijk, als van ouds. Ons mooie Westerwiek, dat is voor ons uniek. Het is het mooiste thuis voor ons in heel Breda. Ja, dat is Westerwiek. Het leven is een goed, het is een plekje waar.